Hallo iedereen. Hier zijn we dan nog maar een keer. Met onze trui dat we aan het breien zijn. Ik heb ondertussen, dus ja, vorige week, de oksels getoond. Nu gaan we verder. Hebben we verder gebreid tot bij de schouders, als het goed zit met jullie. Dan zitten we op 18 of 20, wat u ook wilt, als u een extra large wilt, of als u grote schouders heeft. Zoals ik zei, mijn dochters, dan heb je 22 oksel nodig. Want anders past die niet. Het passen de mouwen niet. Zo zeggen. Dus we zitten daar. Nu gaan we dus de twee verschillende halslijnen doen. Zoals beloofd. En ik ben een mens van mijn woord. Dat weet je ondertussen. We zijn dus gestart met 90 steken. We hebben voor de oksels aan beide kanten 7 steken afgekant. En we zijn verder gaan breien over 76 steken. Ja, mijn pen schrijft niet, dus ik kan het er niet rondcirkelen. Maar dus we hebben 76 steken over. Ik ga eerst de gewone halslijn uitleggen, dus de afgeronde normale hals. De achterkant mag je gewoon rechtdoor breien. Het moet niet meer geminderd worden of wat ook. Dit mag recht blijven. De voorkant moet u rekening houden. Een steek of een rij of 8. Voordat u aan uw 22 centimeter komt, dat gaat u kunnen weten, want u breidt normaal altijd eerst het rugpand. Dan kan u de 10 middenste steken af, hier, voor de hals. Vervolgens aan beide kanten 5 steken, dan 2 steken, dan 1 steek. En dan voor de beide schouders aan beide kanten de resterende 25 steken. Maar ik ga het schemaatje ervan in de video verwerken. Dus het komt in orde, u zal het weten. En anders vraagt u het gewoon. Of op Facebook of hieronder. Het maakt niet uit. Oké. Nu ga ik verder gaan met de andere hals. Die is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is mijn rugband. Maar dat maakt niet echt veel uit. Dus hier zit onze oksel. Ik heb mijn 18 centimeter gebreid. En dan heb ik aan beide kanten, zoals bij de oksel, 15 steken afgekant. En dan heb ik dan over de resterende steken, en ik heb ze nu niet geteld, maar dat is 20 steken normaal gezien. Nee, het gaat meer zijn. 76 min 30 is 46. 46 steken. Dit is onze kol. De helft ervan. De rug. En ik heb over deze steken nog 40 rijen gebreid. Dus wat de hals doet uiteindelijk is meer zoals een kol die in elkaar zakt. Dat is wat het moet worden. Zowel aan de voorkant als de achterkant. Zoals je ziet wordt die dus zo in elkaar gezakt. Maar het is moeilijk om te tonen op een stuk dat nog niet afgewerkt is. Of op een trui die nog niet afgewerkt is. Ik heb er ooit zo in gebreid. Volgens het patroon, maar dat is jaren geleden. En ik moet zeggen, de kool was veel te smal. En het was helemaal niet wat het zou moeten geweest zijn. Dus heb ik nu mijn eigen
aantal steken en zo. Sowieso heb ik de gele trui uit mijn hoofd beginnen breien. Want ik zit nu al met iets anders in mijn hoofd. Maar dat is dan meer voor de zomer. Ik ga jullie tonen voor die kantel. Want ik heb hier dus... Ik kijk hem ook. Ja. Ik weet niet wat dat voorstuk of wat het rugpand of wat het voorpand is. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En ik heb niet genoeg gebreid. Denk ik. Ja, toch wel. Dus nu moet ik afkanten voor mijn kool. En kijken als ik mijn steekmarkeerders mee heb. Ja. Ik heb het een keer allemaal bij. Voor de verandering. Mijn lightbulb markers. Die ik altijd heel handig vind en die ik eigenlijk alleen maar gebruik. En mijn neusje begint te lopen van de koude. Maar het is hier weer maar een graad of 12. Oké, dus we gaan aan beide kanten 15 steken afkanten. Je kunt het zien aan mijn handen ook dat ik koud heb. En ik had het sowieso al koud vandaag. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. En ik was content dat ik al een beetje zo ver zat deze week. Een beetje kunnen doorbreien 's avonds. En ik brei meestal maar een uur of twee. Ik ga die steek voorlopig nu daar zetten, want ik wil jullie nog iets duidelijk maken. Dus we werken zoals bij de oksel. We breien tot helemaal op het einde en dan kanten we opnieuw 15 steken af, ja. Deze rij markeren we. En vanaf daar doen we dan 30, 40, 50. Dat mag ook. Zegt u 20 is genoeg. Is ook goed. U doet ermee wat u wilt. Maar wat ik nu nog wil tonen. Ik ga deze niet gebruiken. Ik ga hem weer wegsteken. We gaan dus later, de volgende aflevering, gaan we aan de mouwen beginnen. Ik ga mijn boek ook wegsteken. En nu moeten we dus bepalen, voor het gemak, we gaan niet meerderen aan de mouwen. Of ik bedoel, we gaan geen mouwkop breien. We gaan gewoon een inzetmouw. Oeps, ik zit verkeerd. Dat is de hals. Dus dat is mijn oksel. En we gaan gewoon dus met ons werk, voor we alles afkanten, gaan we met ons werk gaan kijken. Vandaar. En nu trekt hij een beetje weg en dat mag niet. Vandaar.
tot en de hoek hier ondersteken. En we gaan ze tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Maal 2 moeten we dus 58 steken opzetten voor onze mouwen. Maar dat is voor de volgende keer. En dan kunnen we de mouwen breien en naar gelang u de breedte van de mouwen, de wijdte van de mouwen, zoals bij deze, deze is nu wel extreem wijd. Bijvoorbeeld deze wijd kunt u geleidelijk aan een beetje minderen, maar minderen is heel eenvoudig. Om de zoveel rijen twee steken samen breien is voldoende voor een mouw. Dus hebt u gezien hoe u de steken moet bepalen, hoeveel u moet opzetten. Een eenvoudiger manier om een trui te breien is er niet. Dus alles recht afgekant. En dat is het. Oké. Veel plezier bij het breien van de kool. En vergeet niet dus de steken te tellen en te meten. Met uw werk, niet met de meter, gewoon met uw werk, met uw steken, meten hoeveel steken u moet opzetten de volgende keer. Misschien zet ik de mijne op voorhand op, om een beetje tijd te sparen, en dat u ook een idee krijgt hoe groot het ongeveer is. Misschien brei ik hem al, ik weet het niet. Dat is te zien hoeveel tijd ik heb. Dat ik dan de andere mouw kan tonen samen met jullie hoe ik hem gebreid heb, of als experiment, zeg maar, testpiloot de mouw breien om te testen als hij goed uitkomt. Ja, dan niet. Oké. Veel plezier. Het zijn nog koude avonden, het zijn nog lange avonden, dus we kunnen nog een beetje breien. Tot de volgende.